Momenteel eigenlijk niet, want ik ben sedert 2 maanden op pensioen. En dat is een immens verschil. Want 2 maanden geleden werkte ik nog voltijds. Ik ving heel veel de kleinkinderen op. Daarvoor is mijn vader gestorven, die ook heel veel zorg vroeg. Dus ik heb wel vaak het gevoel gehad dat ik geen vrije tijd had. En nu vind ik het wel een beetje jammer dat ik nu zoveel vrije tijd heb. Mijn vader is overleden. De kleinkinderen zijn al groter, hebben niet meer zoveel zorg nodig. Het had beter verdeeld moeten zijn. Het jammere is dat ik heel veel met schuldgevoelens heb rondgelopen, omdat ik altijd het gevoel had, ik heb niet genoeg tijd voor mijn kleinkinderen, ik heb niet genoeg tijd voor mijn eigen kinderen, ik heb niet genoeg tijd voor mijn vader. Mijn job begon aan te voelen als, ik heb er eigenlijk wel te weinig tijd voor. En daar heb ik wel spijt over, dat ik nooit het gevoel heb gehad dat ik genoeg gedaan heb. Ik ken veel mensen eigenlijk. Ik ben zelf 60 jaar en ik ken veel vriendinnen, leeftijdsgenoten, die het heel moeilijk hebben. Ik heb een vriendin bijvoorbeeld die een gehandicapte dochter heeft. Die heeft in haar leven vele jaren thuis gebleven om voor dat kind te zorgen. Die heeft dan daarna een scheiding achter de rug. Waardoor dat ze noodgedwongen terug moest gaan werken. En die ziet zich nu genoodzaakt om tot haar 67ste te blijven werken. Als we dan eens een momentje hebben samen om eens een uitstapje te doen of iets leuks, dan merk ik wel dat mijn vriendin eigenlijk zo moe is, zo gespannen is, dat het eigenlijk heel moeilijk is om er echt van te genieten als ze dan eens een half dagje heeft. Want dan is ze al bezig met en morgen dit en... Ja, ik zelf vind dat er een enorm onevenwicht is tussen de jaren dat alles samenkomt. Werk, kinderen, kleinkinderen, ouders. En de jaren daarna, dat je dan eigenlijk van je pensioen kunt genieten. Ik zou veel beter zijn dat mensen in de drukste jaren van hun leven iets meer ruimte krijgen om alles op een rijtje te krijgen. En dan desnoods via andere systemen deeltijds langer te kunnen werken of zo. Maar ik denk dat er echt voornamelijk iets moet gebeuren om mensen tussen de 40 en de 60 die voltijds werken, vaak met 2, te ontlasten. Ja, ik vind toch ook dat er het beleid zou moeten meer mogelijkheden scheppen voor mensen die zich tijdens hun actieve loopbaan, want dan zijn ze fysiek nog goed, maatschappelijk willen engageren, zij het als mantelzorger, zij het in het vrijwilligerswerk of in de gehandicaptenzorg, weet ik veel, maatschappelijk.